Ondernemen is meer dan dat financiële luik. Wij willen de wereld een beetje lekkerder maken. Ik ben in eerste instantie een kok, dus ik wil lekker koken. Ja. Maar dus, we kunnen als team ook wel blijven koken. En dat is goed nieuws. Dat is ook als ik zeg van, kom aan, we maken fucking good food. Dat kunnen we blijven doen. En dat moeten we ook blijven doen. Natuurlijk, die financiële impact, die is gigantisch. Er zit toch een soort van cash drain, zeker als we het op groepsniveau bij ons bekijken. Maar ook daar... De cash drain, in hoeverre teren jullie op de reserves nu? Ja, deels. We verdampen cash als groep. En dat is dan ook maar zo. En dan is het ook aan ons om te kijken met instanties als PMV bijvoorbeeld. Dat we zorgen dat we voldoende cash hebben om ons hier door te sleuren. En dat is wel oké. Dus voor mij is dat tweede luik van mijn onderneming. Daar zitten we in moeilijk water. En moeten we door de storm. En dan het derde luik is voor mij natuurlijk het sociale luik van ondernemen. Een restaurant is leuk omdat je met een keuken-equipe, een zaal-equipe, dat je met teams kan werken. Ja. Dat is voor mij het moeilijkste luik momenteel van corona. Dat is dat heel het sociale stelsel van mijn onderneming stort in.